Ons nationaal budget, ons eigen financieel huishouden is positief. We hebben het geneutraliseerd, en we hebben een positieve saldo over. Daarnaast hebben we die tweede crisis, dat is die schuldencrisis. Waar ik het net over had, dat we internationaal bezig zijn met het bureau Lazard om te herschikken. Ja, terwijl we hier bezig zijn, Bimla, we hebben een challenge. Ja. Deze week ga je horen. We hebben een challenge waar misschien bondhouders niet gaan meewerken. Voor een herschikking. Ja, ja, ja. We zijn bezig met man en macht om te overtuigen. Dat we in een crisis zitten, dat we niet kunnen betalen, dat we ademruimte nodig hebben. Maar ik begin alvast als Surinaams volk te waarschuwen. Dat we in een situatie zitten dat de onderhandelingen heel hard zijn. En ik hoop niet dat het gaat vastlopen. Laat ik dat zeggen. Ik ben me positief gesteld. Ik hoop niet dat het gaat vastlopen. Maar we doen alles dat we met de bondhouders, met inzet van alle internationale expertise, dat we hun kunnen overtuigen om ons de ruimte te geven. Maar het ziet er niet goed uit. De onderhandelingen lopen hard. Dat kan ik wel zeggen. De onderhandelingen gaan heel hard. Oké. Dat is daar. En dat is het niet die hele 4 miljard schuldherschikking. Slechts één deel. Namelijk die Oppenheimer 1 en 2 schuld van 675 miljoen. Daaromtrent proberen wij, omdat alleen voor dit bedrag we op jaarbasis 70 miljoen US dollar aan deelaflossing en renteaflossing moeten betalen. Nou, dat geld hebben we niet. We kunnen het niet betalen. Dus dat is één. Maar nationaal hebben we ook die schuldencrisis. Bij 1 multilaterale instituten, die betalen we, die moet je betalen. Anders gaan die projecten niet door. Dat zijn de Inter-American Development Bank, World Bank, Caribbean Development Bank, IMF, wat centrale bank regelmatig ook aflost. Tweede is namelijk de schuld bij de bevriende naties, zoals India, China, Frankrijk. Bij China zijn we default. Niemand weet dat. China zijn we default, maar onderhandelen. Maar waarom maakt u het niet bekend? Het is bekendgemaakt. De minister heeft nog vorige week overleg gehad met de minister van Buitenlandse Zaken van China. Heeft publiekelijk bekendgemaakt waarover het ging, herschikken van de schuld en noem maar op. Persoonlijk heb ik zelf een gesprek gehad met de ambassadeur vorige week om beroep om te doen, om mee te werken. De debt forgiveness heb ik gevraagd. Ja, op basis van friendship, op basis van goede relatie, op basis van historische samenwerkingsrelatie op basis van 45 jaar Suriname-China samenwerken. En ze nemen het mee. Daarnaast hebben we die schuld bij al die particuliere bedrijven die voor 25 mei zware projecten gekregen hebben met voorfinancieren tegen hele hoge rente van 13%, 14%, 15% rente. Terwijl we hier zitten praten, stijgt die rente op dit moment. Die moet je ook aanpakken. En met bedrijven zijn we bezig. Iedereen is willing om mee te werken. Iedereen is willing om die schuld te herschikken op basis van redelijkheid en billijkheid.